werk van Voordem onder druk te gaan zetten. Want als hij zijn eigen werk behoudt, een Engelsman, dan is het 4-1 in sets. Ja, 120. 140 nu. 140. Ziet er goed uit voor Andy. Ook om die vijfde set 100. Naar zich toe te trekken. Roland moet echt gaan aanklampen. Dit is een moment. Dit is het moment voor twee trippels. Ja, dit is echt heel knap hoor van Scholten. Want het moest nu echt gebeuren. Hij komt weer gelijk in deze leg. Voordem moet hem nu maar eens goed weg zien te zetten. Dat is 120, 81 over. Triple 15. Nee, die mist hij dan compleet. Maar goed, 130 staat er wel. 71 over. Kijken hoe Roland hem weg gaat zetten. Wellicht beter. 80. 105. Zet hem weg op 96. Dus is er Andy Voordem. Triple 13. Vijf. 45 over. Triple 6, natuurlijk 18 punten. 45 over. Die mist hij dan toevallig net. 31. Dat is jammer. Robin Jurikoa, 96. Zit er wel weg op 40. 96 voor Roland. 91, triple 17. Nu 14. Nee, hij ging voor triple 18, voor dubbel 10. Is ook een mogelijkheid. Scholten heeft hij zijn laatste kans gehad in deze vijfde set. Normaal gesproken wel, want Voordem mist die triple 20 niet zo vaak, of dubbel 20. En nu doet hij dat twee keer. Maar niet de derde keer. Hij pakt de vijfde set 4-1. Zweept het publiek nog maar eens op dat toch wat op zijn hand aan het komen is. Voordem hard op weg naar de finale. Voordem, terwijl we nog even wachten op Scholten die nu het podium weer opkomt, heeft het publiek intussen wel even bezig gehouden. Een paar dansjes gedaan. Hij is natuurlijk al een kilootje of 16 kwijt. Ja, dus elke dag zijn workout in het zwembad. Echt een paar uur daar in het zwembad heen en weer te zwemmen. Wordt ook gevolgd door de Engelse televisie. Die hem zo rond ieder groot toernooi even wegen. Kijken hoeveel kilo die kwijt is. Of die zich wel netjes aan zijn dieet houdt. Niet al te veel bier drinkt. Tot nu toe gaat hem dat prima af. Ja, hij is nu Andy bijna 16 kilo kwijt. First. De dokters waren zeer tevreden over deze week. Hoe hij dat heeft doorgebracht. Het komt zijn darts ten goede lijkt het. Want hij staat de hele week al goed te gooien. Zeker Mark. Drie keer gewonnen. Verloor in een prima partij van Phil Taylor. En ook tegen Scholten was het tot aan deze worp in ieder geval toe. Uitstekend van de Viking. Hij praat nu tussen zijn 16 worp in. Ja, ik denk dat er weer een nieuw bord is opgehangen. En hij is niet tevreden hoe die hangt. Dus beide gaan eventjes kijken, maar goed, hij blijft toch hangen. Ze hebben dikke pret erover. Maar hij hangt toch goed.
Ook voor hem. Als dat 20 Timmermans ook. Ja, het is natuurlijk uitermate belangrijk. Een centimeter naar links of naar rechts. Dat kan je hele ritme verstoren wat betreft de triples. Dan vallen ze opeens allemaal in de triple 1 of de triple 5. Hij vindt ze in ieder geval ook op het nieuwe bord. Toch een leek met mogelijkheden dit. Voor de na 12 darts was 203. Scholten dus op een finish nu. En kan zo meteen gaan gooien voor een vroege break. Voor hem precies op 200. Prima laatste dart. Andy Yurikoa 120. 120 voor Andy Fordham. Single 20 voor dubbel 20. Dichtbij. Dit zijn de mogelijkheden die Scholten met twee handen aan moet grijpen. Gooit de boel. 10 voor dubbel 16. 1 pijl voor de break. Dat scheelt weinig. Tempo ging wat omhoog bij Scholten. Dat is een goed teken. Maar Fordham behoudt gewoon zijn eigen leg. Second leg Roland to Roy first.